voor de dieren en stap nu over naar 50+. Ja, heb je veel reacties gehad vandaag? Ja, ik ben helemaal platgebeeld vandaag. Het begon om 6 uur. Om 5 uur maakte mijn man me wakker van het artikel staat online. Toen waren we wakker en toen begon ook de telefoon te rinkelen. Dus sindsdien is het niet meer stil geweest. Zat daar ook een berichtje bij van een oud partijgenoot van de Partij voor de Dieren? Nee. Niks gehoord? Marianne Thieme ook niet een appje van gefeliciteerd met deze overstap? Nee, dat zeker niet. Nee, maar dat had ik ook niet verwacht. Nee. Nee. Terwijl het bij haar afscheid ging het toch wel heel innig tussen jullie twee. Innig. Niet echt, hè? Nee. Kijk, we hebben hier beelden daarvan. Ja. Het verschil. Je had het net over een handje geven. Nou, dat doe je wel. Mm-hmm. Maar daar was al wel een beetje iets te zien van dat het niet helemaal lekker was tussen jullie, hè? Nou ja, het is natuurlijk niet leuk, ook niet voor Marianne Thieme, als een fractiegenoot afsplitst en de zetel behoudt. En dat begrijp ik heel goed. Dus ja, ik hoop dat ze inmiddels ook mijn inhoudelijke redenen beter begrijpt. Ja, waarom hoop je dat? Nou ja, toch, ja, dat hoop je natuurlijk. Ik bedoel, niet dat het wat verandert, maar ik maak niet graag ruzie. Daar ben ik de persoon niet naar. Maar het blijft pijnlijk. Zeker ook omdat ik... ik ben 13 jaar lid geweest. En vanaf 2000... Elf, echt heel actief. Vanaf flyeraar tot Kamerlid. Heel veel functies binnen de partij bekleed. Dus dan is het heel pijnlijk om zo afscheid te moeten nemen. Ja. Omdat de partij die zegt een planeetbrede visie te hebben, het eigen verkiezingsprogramma niet zo uitvoert. Nou, is er in de Partij van de Dieren veel gedoe geweest met bestuurders, voorzitter enzovoort. Maar bij 50+ kunnen ze er ook wat van. In de top 3 van ruziepartijen staat 50+ met stip. Ja. En daar ga je nou naartoe? Ja, dat was allemaal voor mijn tijd, heb ik niet meegemaakt. Dus. Het is nu allemaal rustig, heb ik begrepen. En iedereen is in met harmonie en alle congressen zijn weer rustig. Dus, Wat denk je daar te vinden in die partij? Nou ja, het is natuurlijk een partij die in de basis opkomt voor alle zwakkeren in de samenleving. Dus niet alleen voor ouderen en voor de pensioenen, maar ook nadrukkelijk opkomt voor de jongere generaties. En dat is ook wat 50+ nu zegt, wat Henk Krol zegt. Ik wil heel graag verjongen, zowel qua leden. En dat is misschien wel het meest opmerkelijk, dat zal je ook wel gehoord hebben vandaag. Want je bent 36, ja. Waarom ga je nou naar 50+? Ja. Beetje jong. Ja. Nou ja, ik haal het leeftijdsgemiddelde wel aardig omlaag. Ja. Ja. Ik ben op mijn 34e naar Omroep Max gegaan. Maar de jongste is nu volgens mij Corine van Brenk, als ik het goed zeg. Nee, Corrie van Brenk, 59 jaar. En dan kom jij, dat haal je gemiddeld ervoor. Nou ja, ik was ook de jongste bij de Partij voor de Dieren in de fractie, dus ik ben het wel gewend. Maar waarom niet bijvoorbeeld D66 of GroenLinks? Ik kan me voorstellen dat je politiek van Partij voor de Dieren, dat de overstap naar GroenLinks of D66 minder groot is dan naar 50+. Nou ja, na mijn afsplitsing heb ik natuurlijk ook goed samengewerkt met die partijen. Op het gebied van de glucosemeter voor diabetespatiënten die intensieve insuline nodig hebben. Met GroenLinks heb ik ook heel goed samengewerkt. En ze hebben zelfs heel lief gezegd van, als je weer 3 debatten tegelijk doet en je bent het eens met onze inbreng, dan willen we ook best wel een keertje die inbreng namens jou doen. Daar heb ik verder geen gebruik van gemaakt. Maar zo gaan de Kamerleden wel met elkaar om, dus dat is heel fijn. Ook GroenLinks maakt gekke keuzes. Dat ze van tevoren al zeggen van, we gaan voor alle begrotingen stemmen. Dat vond ik onbegrijpelijk. En ook de provincie bijvoorbeeld kan ook GroenLinks heel dieronvriendelijk stemmen, omdat ze onderdeel uitmaken van de coalitie. Hey, 50+, Henk Krol, de voorman van 50+, die heeft jou naar binnen gehengeld. Die moet jou een paar interessante beloftes hebben gedaan. We hebben het dan om gevraagd. Luister maar. Femke, je kent dit huis. Je weet dat mensen je niet snel complimenten aan elkaar geven. Maar zoveel complimenten als ik vandaag gekregen heb over jouw lidmaatschap van 50+, is indrukwekkend. Ja, ik weet het voorlopig, en dat hebben we ook goed afgesproken, blijf jij gewoon je eigen onafhankelijke fractie hier in de Kamer vormen. Er is een kandidatencommissie die gaat beslissen over jouw plek op de kandidatenlijst. Maar ik hoor ook uit de partij heel veel complimenten. Tot morgen.
Ja, hij heeft al een tijd. Hij heeft wel een beetje zitten flirten met je. Nou ja, hij zit natuurlijk schuin voor mij in de bankjes. Dus het is, ik zit naast 50 plus. Dat zat ik al ook bij de Partij voor Dieren. Ik ben nu één rijtje naar achteren opgeschoven. En hij draaide zich na het begrotingsdebat wel eens om en naar de stemmingen van, oh, wat goed dat je moties hebt aangenomen gekregen en je doet het goed en je bent zo hard bezig. En, garantie bij de volgende verkiezingen, ja, je komt op een verkiesbare plek. Die garantie is er niet. Nee, maar dat kan ook niet, want er moet nog dus echt een commissie worden samengesteld, een kandidatencommissie. En die gaat beslissen of ik überhaupt op de lijst kom. En het laatste stem heeft het congres, hebben de leden, van of ze het er wel mee eens zijn. En ik heb me laten vertellen dat je een soort verklaring moet ondertekenen waarin staat, ik zal geen zetelroof plegen als Kamerlid van 50+. Met andere woorden, ja, ik zal niet eruit stappen en een eenmansfractie vormen. Nee. Nou, over vertrouwen gesproken. Ja, 50PLUS heeft een andere opvatting over zetelrovers dan van afsplitsers. Afsplitsers is meer dus politiek inhoudelijk. En ik had natuurlijk echt hele politiek inhoudelijke redenen om mij af te splitsen. Dus ik ben niet voor eigen gewin gegaan. Dus voor de lezing van 50PLUS ben ik geen zetelrover. Maar als ik me dat biedt wel veel mogelijkheden. Dan mag je zelf uitleggen waarom je weggaat en dan ben je ineens geen zetelrover? Sorry? Dan mag je gewoon zelf uitleggen waarom je weggaat en dan ben je geen zetelrover? Nee, maar als je dus politiek inhoudelijke redenen hebt, dan is het geen zetel. Nee. Dat is wel flexibel. Het is echt een veiligheidsmechanisme om te zorgen dat als een fractie tegen het eigen verkiezingsprogramma ingaat en eigenlijk zegt van ja, we gingen voor die planeetbrede visie, maar we gaan weer versmallen, we gaan terug naar de core. Bedankt voor de 5 zetels, maar we gaan het verkiezingsprogramma, dus meer een stemverklaring. Dan is dat een hele goede manier om te zeggen, ho, dit kan zo niet langer. Ja. Voordat je het nieuwe avontuur aangaat, blijf je dus nog even een eenmansfractie. Ga je nu wel met alles meestemmen van 50PLUS? Ik ga niet met alles meestemmen. Ik bekijk natuurlijk, want ik ben een onafhankelijk Kamerlid, ik bekijk alle voorstellen op hun op waarde. En ik ga dat ook echt daadwerkelijk toetsen aan het plan B, het verkiezingsprogramma waarvoor ik in de Kamer gekomen ben en waarvoor ik afgesplitst ben, dat ik dat wil uitvoeren. Dus dat doe ik. Maar het overlapt zoveel met de standpunt van 50PLUS, dat ik me eigenlijk niet kan voorstellen dat ze een motie zullen indienen die ik niet kan steunen. Of een combinatie opkomen voor de belangen van oudere dieren. Ja, dat heb ik ook al gehoord. Ja, is het in een rare wereld eigenlijk? Is dat zo? Hele rare wereld, Sander. Ja, hele rare wereld. Van het ene op het andere moment zit je dan bij een andere partij en dan ga je dan meestemmen met die partij. Nou, voorlopig nog niet als eenmansfractie. Ja, maar het zou toch wel gek zijn? Nee, maar het zou heel gek zijn als ik nu zeg van ja, ik ga met alles meestemmen. Terwijl hij zit net tegen je te praten en hij zegt van haalt je binnen als de nieuwe ster. Dat is hartstikke lief. Ja, ik vind lief, dat, maar voorlopig ga je niet bij de meestemmen. Nee, ja, maar ik vind dat als onafhankelijk Kamerlid heb je de verantwoordelijkheid, ook naar de kiezer toe, om alles heel goed te bekijken en te toetsen aan het programma waarvoor je gekozen bent. En uiteindelijk gaat dus de kandidatencommissie en het congres over of ik daadwerkelijk op de lijst kom. We wensen jou heel veel succes straks daar. Dank je wel. Heel erg bedankt. Dank je. Straks praten we met Sabine Del Carmen Alvarado, wereldkampioen veldrijden. En Alvarado wint.